eentje die geluid maakt. Kijk onze makkers. Knoepers wat hier zit hoor, kijk hier. Ja, we hebben besloten om zo'n boot te pakken hier. Piet piraat, schip, hoi, hoi, hoi. Welkom! Het is tijd om de vissen te voeren. Vorige keer hebben we hier gevoerd. Kijk of hier wat te halen valt onder het groene drap. We hebben even een hengeltje gefixt. Eigenlijk zouden we zondag gaan vissen, gaan we ook. Maar nu gaan we hier even experimenteren. We hebben daar hebben een open plekje gevonden. Daar hebben we een open plekje gevonden. Dus daar gaan we hem in gooien. Wit brood voor de vissen, bruin brood voor mij. Er zit er aan een peach uit 2016. Brood is duur. Er is eigenlijk nog eentje van toen. Oh, dat is brood. Ja. Ik dacht dat het bier was. Volgens mij ligt daar gewoon een dode vis. Ja, hij gaat echt niet erin. Nee, hè? Nee, man. Het is voor te dikke hier. We hebben toch een klein gaatje gevonden daar. Zien jullie hem of niet? Even ingezoomd, zien jullie daar die dobber? Gaatje opzoeken. Als je bed ook zo mikt, dan wordt het weinig. Oh, hier is kaka. We gaan toch maar een stukje verder, waar het niet zo vies is. Hier zit wel een pad hier. Kijk hier zo. Hier is ook zo'n sloot ligt. Hier is niet zo groen als daar. Jullie ruiken het niet, maar het ruikt hier beroerd. We zijn nu bij de andere plek. Hier gaan we sowieso wat vangen. Ik heb daar een beetje op. Ik heb hem gaan, hij tikt hem aan. Ja, oh, hij voert eraf. Kutzooi. Ik kan niet filmen en vissen tegelijk, hè? Zij toch, hier zit veel in de val. Je moet een beetje ruimte maken hier ergens beneden. Het dobbertje zit volgens mij niet goed, man. Maar voilà. Vis voert weer af. Vandaag is het vorentjesdag. Ik kan hem tikken. Ja, dan gaat hij weer. Springen hier gewoon. Ja. Oh. Misschien moet je hem wel dichterbij, ja. Ja. Oh, wat is dat, jongen? Hij gaat gelijk door, zag je dat? Hij heeft honger. Hallo! Je hebt het ding net erin en Hetzee! We hebben er eentje. Hoe is het, kameraad? Volgende keer gaan we ook nog karperen en palingvissen. En forellen in de forellenvijver. Laat eens. Nek gebroken. Filmen en vissen tegelijk doe ik nou, kijk.
Kijk. Die gaat te hoog. Maar zondag gaan we gekke grote vissen vangen. Snoek, snoekbuis. Plekken hebben geholpen. Waar we voer erin hebben gegooid. En je hebt beet. En hij was eraf. Ik deed hem nou rustig omhoog, net ging hij hard. Ze hebben echt honger hier, man. Snap ik, hè? Het is dezelfde. Wat doe jij, man? Je hebt echt honger, hè? Nou, nog één visje om het af te leren. Besef, we zijn hier pas 10 minuten. Ja, hè? Geen eens. Geen eens. Vanuit het oog van de vissen. Vissen met stacks. Niet op het plein, maar op de brug. Philip op de brug. Hij ging weer. Ja. Dat is een grotere. Okay, dat zijn mooie formaatjes. Dat zijn mooie formaatjes. Normaal eten ze levend op, maar... Doe hem in de binnenzak dan. Doe hem in de moedertop. Nou, grond was geen succes. Dus we hebben maar maaien gehaald. Dus dat zien jullie zo wel. Het is tijd. Het is tijd. We gaan even visjes pakken als aas. Voor de grote jongens straks bij de Rijnkade. Of bij de Rijn. Besef ook welke schoenen ik ga vissen. Water vullen. Hoeveel denk jij dat we al gevangen hebben binnen 20 minuten? Ja, ja, je moet eruit, hè? Ja. Je mag er straks uit. Bij de Rijn. Mag jij eruit, jongen? Nou, we hebben er weer één. Dr. Abi met handschoen. Pak hem. Nou. Oh, een paling. Zo! Gooi hem erin gelijk, hè? Maar ze hebben ook mijn maat opgegeten. Zat hij niet goed erop, denk ik. Ze hebben honger, zwaar. Oh! Ik trok hem te snel eruit. God. Ah. Jongen. Tijd om naar het grote water te gaan. De bak zit goed vol.
hengeltjes inklappen. Hoort er ook allemaal bij, hè? Dan gaan we naar het echte werk. SO naar mijn bedeelsluipers. We gaan nu naar de nieuwe vispot. Dan gaat het echte werk beginnen. Vergeet niet te abonneren, want er komen nog veel meer visvideo's aan. Vanaf de boot, vanaf het land, niet vanaf de lucht. We zijn bijna gearriveerd op de volgende bestemming. Hier vind je ziel Ulas Denis. Ja, ik praat goed Turks, hè? En dat is niet zo Ulaştınız. Hier vallen. Hey Mati. Hey. Zijn er jonkies? Ja. Oh. Ja, wij gaan vissen. Wat? Parasol. Oh, kaka. Parasol, parasol, ja, parasol. Zo. Even illegaal doen. Moet hier naar de andere kant. Even mijn schoentjes hier. Anders weet ik het wel weer. Ja, ik vond het wel een ongeluk. Huh. Waarom? Zo rollen we aan Nepal. Het overleefd, kijk. Kijk waar we gaan zitten. Oeh, die was gammel. Ik kan niet op de boot gaan zitten. Spullen ook ready. Maak alleen gebruik van het. Wow, is, kijk hier. Het illegale terrein. Het ding is goed gammel, hè? Ja, man. Ging er net ook al bijna doorheen. Alles warm? De parasol is warm? Moet je een goede reddingsband? Kijk. Dit zijn de plekken. Hier, barbecue staat al klaar. Zie je dat? Krukken ben ik vergeten, man. Ah, we kunnen ook vanuit de boot gaan vissen. De boot is zat hier. Dit is wel leuk, zoiets. Misschien dat ik binnenkort zo eens ga kopen. Vind jij dat ik een boot moet kopen?
Laat het weten in de beschrijving. Kijk daar het pandje, helemaal kapot. Ruiten eruit gegooid, alles. Urbex op het water. Kijk, dit is een mega barbecue. Kijk, heb je voor ons klaargezet. Ik heb nog lekker verse vis bakken. Abi, heb je kolen? Ja. Kijk hier, dikke barbecue. Even hier nog loeren. Orka. De kapitein Hofs. Pull up in een boot. Boot. Pull up in een boot. Is dat wc? Nee. Kijk onze makkers. Ga ze laten buenen. Buenen aan de Rijnwater. Even de grote jongen hengel klaarmaken. We hebben bezoek. Echt een flikker, weet je? Kief op, jongen. Hoezo gaat zo achter die vissen weg, hè? Ja, man. Bloedhond. Deze komt op de bodem. Die lood. Ja. Zodra ik beet heb, trek deze eruit. En dat merk ik aan de hengel. Oké, dan weet je het wel. En hier komen mais en wormen. En dode visjes. Kijk, dode vis eraan. Hoppa. Dat hoeven ze doodmaken, dat hoeven jullie niet te zien. Voordat de dierenbescherming op de stoep staat. Wat zijn dat? Ik zeg, als ik die achterste knopje losdraai en ik heb beet, dan vliegt die hengel niet weg. Wat is dat rode wat je eraan hebt gehangen dan daar? Zodra ik beet heb, gaat dat omhoog. Dan weet ik dat er iets aan zit. Lekker, hè? Kijk eens, jongen. Wat is dat? Huh? Iets van die schip. Lekker jongens, er zit een vis van 5 meter lang aan. Nou, er wordt iemand wakker daar. Die was voor mij net aan het poepen. Dat waren die blubbels. Mensen, als jullie goed te kijken daaronder. Zo! Grote vissen daar beneden. Twee. Oh, twee. Ja, kan je hem hier niet erin gooien dan? Hij heeft tenminste wat knagen straks. Ze zijn niet lekker met deze vis. Nee? Ze zijn maar groot hoor. Kijk dan beneden. Ik maak een. We gaan nog even op zijn Turks vissen, gewoon zo met de hand. Op zijn Indonesisch. Irakees. Irakees. Zonder hengel gewoon. Met een haspotje. Extra voor de bij. Ik begin al te ontpoppen, jongen. Ik ga zo vissen met vliegen. Vliegvissen. Zat. Knoepers wat hier zit hoor. Kijk hier. Daar trek je ze mij het water in. Deze vissen zijn verwend, man.
Ze zijn zo groot. Je ziet ze gewoon zwemmen, we gooien ze voor de neus. Maar ze hebben geen honger. Kijk, kijk, kijk hoe groot ze zijn, zie je dat? Pak hem dan, pak hem. Hij zwemt er gewoon langs heen. Ja, man. Kijk hoe groot ze zijn, jongen, niet normaal. Moet er eentje hebben nu. Moet. We hebben op een deel sluipers op de ganzenpoep. Deze vissen hebben geen honger, man. Ik gooi ze nog net niet op de rug. Ze staan op de boot. Kijk hoe moet ik staan daar. Ik ben maar even hier op de boot gaan zitten, een beetje ontspannen. Ik wil graag daarheen. Ik weet nog niet hoe ik daar kom. Ik denk dat ik zo gewoon daarin ga zwemmen. Ja, we hebben besloten om zo'n boot te pakken hier. Te lenen. En dan even daar te gaan kijken. Nu vist die Abi met vis, maar ik zie daar ook een Donnie liggen. Als hij de stad in gaat, doet hij dat tientje eraan. En dan komen al die checkies op hem af. Nee, er zit nog niks aan. Even een paddeltje pakken. Dat is toch geen paddel, man? Nee? Tuurlijk niet, man. Hij kan toch wel mee paddelen? Nee, er zit een gat in. Je kan er wel mee paddelen. Het is gewoon een plank, maakt er niet uit. Hier pakt die andere plank. Je begint met die lekker boot gaan. Welke dan? Wil je met die lekker boot gaan? Die is toch niet lek? Oh, oké. Wel? Ik weet niet. Nee jong, het houdt ons wel. Een anker? Ja. Nog een paddel zoeken. Want we willen daarin. Deze plank lijkt ook wel een paddel. Ja, 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 ja. We hebben toch besloten om een kleinere te pakken. Pakken we deze? Ja, we hebben een boot. We hebben een boot, zwa. Exploring! We vangen niks, dus gaan we gewoon met de boot weg. We gaan deze kant aanmeren, hè, daar. Ja. Je moet harder paddelen, man. Ja. Ik heb een gat erin, hè. Ja, dat zei ik je net ook al. Kom wel vooruit. Piratenfilms gezien. Kijk, dit is het leven in Arnhem. Ja, mooi bloemetje bank binnen, kijk dan. Ja, je hoeft niet meer te paddelen, man. Ik ga toch gelijk naar die geboorte. Ja. Wat dik hoor dit. Dadelijk hebben we beet op de hengel, want die ligt er nog. Gelijk alles gesloopt, koperdieven zijn al gekomen. Zonde, hè?
Een beetje eraf smeren. Ik ga niet door het gaatje heen hier. Of verkeerde kant. Je moet hem goed vastmaken, joh. Dan kunnen we proost hebben. Maar we gaan iets verder erop daar. Ik lig er zwerven te slapen. Kijk, zover was het niet. Zo kunnen we wel vastbinden, toch? Ja. Wacht, vastknopen. Ja, dat zou ik niet doen, ik zou wel hier onderdoor. Ik zie het alweer echt gebeuren, jongen. Dat is echt weer wat voor ons. Wacht op Michel. Michel, pak een nieuwe boot voor ons. Nee, die kwam niet, ik vond het te warm. Oh. Jij hebt geen zin, man, dat zie ik alweer. Leg maar goede knoop erin. Keertje naar boven. Ah, zo zit hij wel vast, denk ik. En anders maar niet. Warm zat. We gaan zwemmen. Oh. Nou, we zijn dus op het eilandje. Ze zien me weer. Visvlog wordt urbex. Hoop dat ik er niet doorheen zak. Jezus. Wat is hier gebeurd? Alle ruiten eruit gegooid. Oh, het is wel lekker koel hier. Ja. Jezus. Kijk, daar zaten we net vissen. Mijn bloemetje is bang. Best een mooi bangetje. Ik zeg eerlijk. Of niet? Ja, komt nog water. Ik zou het zijn. Kijk hoe niks hier is, man. Is het nou gelijmd? Ja, het is echt tegels, man. Wat mooi, man, hier. Ja. Zonde, hè? Ja. Ik zou hier best willen wonen, hoor. Kijk wat een uitzicht. Maar het is nog niet geplunderd, hè? Kijk, overal zit onder stroom daar. Hier stond de tv, denk ik. Hier, moet nog een stekkerblokje? Wat een uitzicht hier, hè? Zonde. Kijk maar, goed in bewegen. Ja. Oh. Wat dan? Dat is wel fucked up, man. Hoe bedoel je? Ik kan zo denk ik niet slapen. Ja, ik denk wel dat ik zo kan slapen, hoor, hier. Even een SO naar de scouting, dat we jullie boot mochten lenen. Hier is het wel warm. Kijk dat hier de keuken zat. Hier ben ik hier al geweest. Nou, hier was ik al, ja. Nou, zijn we toch even hier geweest, hè? Vond het wel spannend. Hier is wel heel warm hier. Oh, je hebt zelfs nog benedenverdieping. Kijk hem ook lopen met de bordeelsluipers, hè? Besef. Die zijn helemaal naar de kloten. Wat heeft hij hier gehad? Een hok. Of een lap. Hier is wel lekker cool, hè? Oh, de eieren liggen hier gewoon nog. Kijk hier. De ganzen eieren of zo. Of een kookeitje. Het is toch een vloer?
Ja. Wel een vet ding hoor. Ja man. Kijk, daar ligt nog ganzenhaar of zo. Compressie. Die is zwaar hè. Ik denk van het water man, dat is water. Kijk, want hier staat een vat. Nou, zie je? Doe ze het water aansluiten en pompen ze naar boven. Drie keer douchen is die leeg. Ik denk maar omdat het hier brandgevaarlijk was, man. Met hout allemaal of zo. Ja, hout. En dan is het goedkope ketel. En zo ziet het vanaf beneden eruit. Zo ben je het vissen en zo sta je op een onbewoond eiland. Eilandboot. Boomboot. Maar het leek naar de eiland. Mooi hier hoor. Nou, ik wil nog even in een schuurtje kijken. Ik moet even alles kijken hè. Ik heb die trappen, die is gemaakt. Ja, met pallets. Ik zag een bukken, zou je maar op je smoel gaan, hij goed kop kapot. Onze boot is weg. Nee. Dit is wel een gammel dingetje hier. Oh, dit drijft ook. Hoe is? Dit was de club, man. Ja? Die hebben ze naar binnen geschoven. Dit was de sauna, denk ik. Oh, het tuinhuisje. Kijk wat de uitzicht. Wat zeg je? De enige ramen die nog heel zijn. Ja, echt hè. Zonde. Weet je waarom? Hij heeft ook goede ramen erin, man. Ik doe mijn glas. Ja. Wat zit hierin dan? Dat is toch die AZC-boot daar? Oh nee, dat is hier niet. Even nog in de stoppenkast kijken of alles veilig is. Nou, daar is nu al het maatje erin. Levert het geld op? Ja, als je die moet installeren, ik ben elektricien geweest. Zo'n automaatje kost wel wat, ja. Gaan we maar weer terug. Terugkijken of we wat gevangen hebben. We gaan een rondje langs de Rijn. Wow, is. Ja, was met avontuurtje wel weer hoor. Nou, even kijken of we nog wat vangen. En anders gaan we naar een andere plek. Terug doen we niet peddelen, we doen of hier de rand vasthouden. Onze eigenaar heeft hem zo achtergelaten. Alles eruit gesloopt. Ja, dat kan ook. Ik denk, ja, ik krijg hem niet, niemand krijgt hem. Ja, dat heeft hij gelijk. Ja, laat zien. Kijk eens wat we vinden hier. Die hebben we eerlijk gevonden. Die mogen we meenemen. Zit hij vast? Nee. Moet je dat afzetten? Piet Piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip ahoy, hoi, hoi. Hij is lekker, hè? Dat ben je peddelen. Ja, we gaan de andere kant op. We moeten die kant op. Jij moet peddelen. Dit is die. Peddel ook. Oh. Maar, oh, die boot lag hier toch? Peddelen. Als we hier zijn, ik kan hem vastpakken. Doen we even. Ja. Thank you.
nou dat was mijn tochtje wel. Jezus. Het hele knieën kapot. Geen schoenen. Ja, echt hè. Ja, ik moet even slippers aan moeten trekken. We zijn er weer, gearriveerd. Kijk, we zetten alles weer netjes vast. Kunnen we de volgende keer weer liggen. Dankjewel, scouting. Dan gaan we eens even kijken hoe het weer bij de vissen is. De hengeltje ligt daar nog. Hij zat wel strak de lijn, maar we hebben niks beet. Ik wou ook nog even op de orka kijken. We hebben ook bezoek. Queen. De queen, mignon. Oh, stinkt hier. Boe. Nou, de orka valt niet veel te zien. Het is goed dat jullie het niet ruiken. Boe. Hij is ook beter. Motortje. Eentje die geluid maakt. Nou mensen, we hebben niks gevangen vandaag. Jammer genoeg. Maar er komen nog veel meer visvideo's aan. Dus vergeet niet te abonneren. Te liken. Te delen met al je vrienden als je die hebt. En kijk ondertussen nog even hier naar de neppe maden.